Meneer Beurskens, in hoeverre heeft de gemeentelijke politiek invloed op de besluitvorming rondom de MAA? Nou, het luchthavenbesluit, dus dat gaat over hoeveel mag je vliegen binnen de milieuwetgeving. Dat is volstrekt een bevoegdheid van de minister. Het is een luchthaven van nationaal belang, waar natuurlijk veel meer belangen spelen dan met alle respect alleen de gemeente. En natuurlijk is de gemeente wel vertegenwoordigd in de advisering, net als ook andere partijen, milieubewegingen, etc. Maar uiteindelijk is dit van zo'n groot belang dat een minister mag besluiten. De provincie als eigenaar werkt natuurlijk veel samen met de gemeente. Letterlijk bespreken we bijna alles wat op die luchthaven gebeurt. En heel veel zaken die dus niet met die vergunning te maken hebben. Bijvoorbeeld nu de verbouwing van de passagiersterminal. Ja, dat is natuurlijk met de gemeente besproken. Dus er zijn ook heel veel andere dingen die wel een zaak zijn van de gemeente. Maar bij de grote zaken wordt de gemeente eigenlijk buitengesloten? Nee, die worden niet buitengesloten, maar uiteindelijk het besluit nemen van het luchthavenbesluit, dus het vliegen, ja, dat is een bevoegdheid van de minister en dat is zo bepaald. Dat geldt overigens in de rest van Nederland ook zo, maar heel veel zaken, ik noem maar iets, een bedrijf wil zich daar vestigen, er wordt iets verbouwd, et cetera, er wordt een weg aangelegd, daar gaat de gemeente over. Er is wel degelijk mogelijkheid voor gemeentes om tegengas te geven. We zijn nu aan het inventariseren welke partijen voor en tegen zijn en we gaan een heel duidelijk stemadvies geven, dat is helder. Want uiteindelijk kan de provincie wel denken met de minister samen in mooie 1-2'tjes of bilateraaltjes dat ze alles kunnen beslissen. Maar het gaat wel over de inwoners, de omwonenden en dan over het hele Heuvelland. Dus ik kijk wat wij aan reacties krijgen uit het hele Heuvelland van omwonenden die ziek en misselijk worden. Dat zijn er, ik denk inmiddels toch rond de 800 hebben we er al. Hè? En dat zijn allemaal mensen die zich echt geschaad voelen in hun leefomgeving en in hun gezondheid. Maastricht Aachen Airport gaat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Maar de markt bepaalt, het is toch ook een commerciële business? Het is commerciële business, maar het is niet dat de deur wagenwijd open staat. Er zijn ook een heleboel partijen die wij minder goed bij ons vinden passen. En daar staat de deur gewoon niet voor open. Vrachtpartijen die interesse hebben getoond en gezien hun materieel waarmee ze opereren en de reputatie in de markt, hebben wij voor gekozen om niet met die partijen in gesprek te gaan. En dat zijn de cowboys wat meneer Eigen noemde? Nee, dat zijn ook geen cowboys. Dat zijn absoluut geen cowboys. Die tijden zijn voorbij. Maar het zijn wel partijen die met toch wat oudere vliegtuigen vliegen. Hoe kijkt u terug op deze voorlichtingsavond? Ik vond het een hele positieve avond. Ja, een mooie avond. Heldere toelichting door G. Waaien van Mabi. En ook een heel mooi verhaal van Jos Roeven. Die duidelijk de dialoog wilde aangaan met de omgeving. Vond ik een heel positieve ontwikkeling. Hebben we in het verleden met vorige directies niet meegemaakt. Meneer Eigen, de Don Quichotte over het vliegveld Maastricht Aachen Airport. Nee, want Don Quichotte vocht vergeefs tegen windmolens. En we hebben toch in het verleden laten zien dat we met succes wel konden vechten. We hebben de Oost-Westbaan inderdaad godzijdank tegen weten te houden. Dat heeft al 18 jaar gekost. We hebben er 168 rechtszaken voor gevoerd. Maar ik heb me geen enkel moment Don Quichotte gevoeld. Hoewel ik een hele sympathieke figuur vind. Hoe kijkt u terug op deze avond? Ik vind hem zwak. De provincie en het vliegveld doen ontzettend hun best om ons te laten geloven dat ze waanzinnig goede communicatoren zijn. Maar ze vergeten dat dit de allereerste keer is dat er met omwonenden wordt gepraat. Ondanks dat de minister dat in oktober al heeft bepleit. U wilt een betere relatie met de omgeving, maar hoe gaat u dat aanpakken? Nou, ik denk dat we hebben een communicatiemedewerker aangenomen. Die zal 1 april beginnen. Ik heb 1 keer Chrome meegemaakt en toen zaten we in het 4e kwartaal de cijfers van het 2e kwartaal te bespreken. Ik denk dat dat niet de goede manier van communicatie is. Dus we kijken naar regelmatige nieuwsbrieven en dat kan middels een pagina op de website die kunnen we toesturen. We willen weer kijken naar rondleidingen, dat mensen gewoon in ons keukentje komen kijken. Wat voor activiteiten er allemaal plaatsvinden, zodat ze ook een echt beeld daarbij hebben. En ik denk echt dat soort zaken de relatie zullen verbeteren. Dit is het eerste moment, het eerste samenkomen. Ik denk dat het vanaf hier alleen maar beter kan gaan. Vindt u niet dat deze bijeenkomst veel eerder had moeten plaatsvinden? Ja, dat ben ik met u eens. Wat dat betreft heeft de luchthaven in het verleden wel een steekje laten vallen. En had dit best eerder en vaker gemogen. En ik hoop ook dat ze dat voort gaan zetten. Er was een vraag uit het publiek, gaan jullie dat ook in Meerssen doen? Ik vond het antwoord niet zo heel erg helder, maar ik hoop dat de luchthaven de handschoen oppikt en dat ook werkelijk gaat doen. Ja, ik had hem al eerder willen geven. We hebben hem twee keer moeten afzeggen, voor goede reden overigens. Ik heb in december gezegd, ik wil met jullie aan tafel zitten en 1 maart is daarvoor wel erg laat. Toch heel veel emotie in de zaal. Heel veel emotie in de zaal, maar wat ik zo zag ook van mensen uit Meerssen, Ulenstraat, Moorveld. Om even op uw vraag terug te komen, komt het uit Beek? Ik heb daar een beetje mijn twijfels over. Ik denk dat de gemeente Beek wat dat betreft de luchthaven een warm hart toedraagt. Ik in ieder geval zeker. Wat mij vooral gestoord heeft, is het feit dat ze zo heel makkelijk iets wegredeneren. Stopway, die in 2004 is aangelegd omdat Lux Cargo af en toe van de baan schoot, die heet opeens geen Stopway meer. Nou is opeens de baan daarnaast is de Stopway. En als een vliegtuig nou doorschiet van de baan, ja god, dan komt het aan de overkant van de weg in het veld terecht. En hetzelfde heb je met wat zij ze over, er wordt niet meer geïsoleerd, er wordt niet afgebroken. Maar toen die Stopway er in de tijd lag, en dat verrek, als we nou 250 meter later invliegen, hoeven we in Geverik geen 31 huizen af te breken. En nu zeggen ze, nou, er wordt niet meer afgebroken. Maar nu wordt er dus wel over de volle lengte ingevlogen. Dus hoezo? Ik denk dat er in Geverik wel 31 huizen gesloopt moeten worden. Maar ja, dat kost natuurlijk een paar tientallen miljoenen. Die stoppen ze liever in die hut zelf, hè? Zorgt het vliegveld niet voor een enorme tweespalt hier in de gemeente? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet hoeveel procent voorstanders, hoeveel procent tegenstanders. Ja, mensen die ergens tegen zijn, die worden toch iets vaker gehoord dan mensen die ergens voor zijn. Ik denk dat er een enorme groep mensen hier is die de luchthaven een warm hart toedragen. Maar er zijn ook mensen die hebben er last van. En ik denk dat we dat ook eens misschien wat beter in kaart moeten brengen. Zijn de inwoners van Beek, Meerssen en het Heuvelland niet slachtoffer van de economische opbloei van het Maastricht Aachen Airport? Qua arbeidsplaatsen zeker niet. Maar goed, kijk, niets menselijks is mij vreemd. Kijk, de wet is de wet en dat is altijd hetzelfde. Er zijn een heleboel technische verhalen. Mensen hebben 4 jaar lang geen vliegtuig gehoord. Dat hoorde je ook van die meneer die zei, ik kocht hier een vliegtuig of ik kocht hier een huis. Dat is toch bijna nooit overlast, het zal vanzelf wel oplossen. En plotseling is de activiteit weer toegenomen. En ja, dat is anders en het is nog steeds minder waarschijnlijk als dat het ooit geweest is. Maar ik begrijp dat die verandering gemanaged moet worden. En daarom denk ik ook goed op een avond vandaag dat die mensen hun ei kwijt kunnen. Dat ze kunnen vertellen wat hun dwars zit. En dat dat ook wel een opgelucht gevoel geeft voor die mensen. Die al zo lang hun ei kwijt willen en daar iets over willen roepen. En vandaag was daar waarschijnlijk het juiste platform voor. Ik woon zelf al 40 jaar in Beek. Ik heb het idee dat er veel positief gedacht wordt over de luchthaven. En ik denk dat dit soort avonden juist bijdraagt om de gemeenschap bij elkaar te houden. Hier wordt een duidelijk verhaal verteld. We blijven binnen de wet. We gaan minder bewegingen maken. Weliswaar met grotere vliegtuigen die langere afstanden gaan vliegen. Maar we gaan in principe minder bewegingen maken. En het gaat om het emmertje geluidsruimte. En het emmertje geluidsruimte blijft precies hetzelfde. Ik denk dat de omgeving gewend is geraakt aan het weinige vliegverkeer de laatste jaren. En dat het nu ervaren wordt als overlast. Maar in feite blijft de luchthaven nog steeds binnen de afgesproken hoeveelheid geluid. En dat vind ik prima en ik denk dat de burger dat wel begrijpt. Wij bieden u een cadeau aan voor boven uw bed. En dit is een telegram van Toon Hermans. En ik zal hem even voorlezen voor de mensen in de zaal. Deze telegram heeft Toon Hermans ooit aan de boze moeders en vaders van Limburg geschreven. Ik ben geen boze moeder, maar een boze vader. Ik hou van Limburg en van veel lawaai. Hoe meer, hoe liever, maar dan wel met carnaval. Een gezellige koperen tuba op mijn dak kan ik me nog voorstellen. maar per se geen bulderbanen. Op deze avond hebben de Boze Moeders een cadeau aangeboden aan de directeur. Waarom? Die hebben een cadeau aangeboden omdat er nu een nieuw plan is van de luchthaven. Namelijk om met vrachtvluchten te gaan vliegen. Dat zijn hele zware vliegtuigen. Omdat ze zo zwaar zijn, stijgen ze veel lager en veel langzamer. Veel meer uitstoot over veel meer gebied. Maar bovendien, wat heel eng is, ze sturen ook veel moeilijker. Als je zo zwaar bent, dan doe je niet even snel een bochtje. Dus ze gaan over hele andere gebieden. Nou, dat merk je in heel Limburg. Nut heeft veel meer last. Beekdalen, dus Oorsbeek, Doornrade. Ze komen over, terwijl we daar vroeger nooit last van hadden gehad. Maar het allerergste is als ze dus over de startbaan gaan. Dat is bulderen, zo hard is het. Opstijgen, maar ook landen. Dus een bulderbaan, dat is het nu geworden of aan het worden. Want er vliegen nog helemaal niet zoveel vliegtuigen. 44 stuks, dat wordt de bedoeling. Het zijn er nou misschien 3 per dag. 44 is ontzettend veel. Nou, en het leuke is, Toon Hermans, die heeft in de jaren 90 aan de Boze Moeders een telegram gestuurd. En in dat telegram zegt hij, ik ben geen boze moeder, maar een boze vader. Ik hou van Limburg en van veel lawaai. Hoe meer, hoe liever. Een koperen tuba op mijn dak kan ik me nog voorstellen, maar per se geen bulderbaan. Nou, dat vonden wij zo goed en zo waar voor Limburg. Want we zijn een hartstikke volle provincie. Nergens in Nederland wonen rondom zoveel mensen rondom de startbaan als hier. Als je de kaart ziet, als je dat vergelijkt met Lelystad of met Schiphol zelfs, schrik je. En dan hebben we hier ook nog het Heuvelland, vlak om de hoek. Nou, ik weet niet of jullie de brief hebben gezien van de voorzitter van de Heuvellandhotels. Die zegt, jongens, deze grote bulderende machines, dat nieuwe vrachtvluchtenvliegveld, komen laag over het Heuvelland. Dat kan niet. De toeristen klagen, die zeggen, ja sorry, we komen voor de rust. Gaan we die ergens anders zoeken? Nou, dat is een leegloop. Hij heeft een rekensom gemaakt. Hij zegt, ja, we hebben niet alleen hotels, maar we hebben ook de toeristen die gaan op de terrasjes, die kopen in de winkels, die gaan naar de musea, die doen tours enzovoort. Hij zegt, dat is bij elkaar een omzet van 1,2 miljard. Echt wat. 21.000 FTE's. Hij zegt, die lopen gevaar. Dan ga je een paar arbeidsplaatsen creëren bij het vliegveld. En deze bloeiende, duurzame, gezonde toeristenindustrie, ja, die ga je beschadigen. Leegloop betekent verlies aan arbeidsplaatsen, gewoon kwijt. En dat zijn mensen, ook met parttimes, die bedienen op de terrasjes. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Nou, voor de gemeentes, uitkeringen, nieuwe uitkeringen. Dus er zitten zoveel kanten aan vrachtvluchten. Als ik op de een of andere manier, verbaal of anderszins, een aantal burgers die zich ook bij mij melden met echte klachten en verdriet en pijn. Als ik die een stem kan geven, dan ben ik een lul als ik het niet doe. Zo simpel is het verhaal eigenlijk. Het heeft ook met rechtvaardigheid te maken. Of een rechtvaardigheidsgevoel. Die dat nacheckt. Als daar een fuel dumping heeft plaatsgevonden,